Maar ik zal het moeten loslaten, want ik kan er heel weinig aan veranderen. Goedemorgen. Nou, eigenlijk niet zo goedemorgen. Wel leuk dat jullie kijken naar deze vlog, maar vanochtend, deze ochtend is drama. Sarah werd vanochtend wakker en dat was echt een ellende. Ik zal zo even boven laten zien wat er is gebeurd. Sarah kan ik nu niet laten zien, want die is op school. Echt, ik kan wel janken. Sarah heeft met een stift met water gespeeld. Nou, dit is de bureaustoel, waar het waarschijnlijk never nooit meer uitgaat. Ja, ik weet niet of je het op beeld goed ziet. Want dit hebben we al aardig geprobeerd weg te halen, maar ook allemaal vlekken erin. Ja, op beeld pakt hij het gewoon niet goed op. Dit is op de muur, op de kaptafel, op de vloer, ook op de kast. En als je Sarah dadelijk ziet, dat laat ik dan na schooltijd zien. Ze ziet eruit of ik te zwaar mishandeld heb, want die is nog het ergste van alles. Ik heb schoonmaakmiddel gehaald. Deze zou heel veel moeten doen, Blue Wonder. Ik ga het maar proberen. En maar hopen, maar ik heb er best wel een hard hoofd in. Het is veel te warm hiervoor. Echt. Wat een drama. Het heeft gewoon heel de nacht ingetrokken, want het was gebeurd. Ze moest slapen en ik ben gisteravond bij haar geweest, maar toen was het donker, dus toen heb ik het helemaal niet gezien. Dus ik zag het pas vanochtend. Dit is nu na een half uur boenen en meer krijg ik er gewoon niet uit. Echt, wat een dag. Oh, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb gewoon heel de ochtend zitten boenen en alles. Nu heb ik het meeste wel redelijk oké gekregen. De stoel is echt verziekt. Mijn armen zijn verzuurd. Dat is echt niet normaal. En ik kan Sarah gewoon uit school halen. Het stroperoos is dus klaar. En ik heb verder echt gewoon nog helemaal niks gedaan. Dus ik baal echt als een stekker. Maar ik zal het moeten loslaten, want ik kan er heel weinig aan veranderen. Dus ik ga naar school lopen. En dan ga ik nog laten zien hoe erg er benen zijn. Want dat is echt nog veel erger. Nou, dit monster is thuis. En je ziet het al op de pols. Het lijken echt blauwe plekken. Het is echt heel erg. En dan zijn de benen. Vooral aan de achterkant. Echt, het is heel erg. Ja, hoger film ik het niet, maar daar zit nog veel meer. Maar het lijkt echt, het is gewoon erg. En ik heb weer een vriendin en twee schoolgenootjes, Sarah. Dus we gaan zijn met haar hopen even dat alle verf, of de inkt van de benen gaat. Alles blijft. Mijn flamingo. Hey, zit jij er nou bij in mijn flamingo? Je hebt gewoon van mijn billen een stoeltje gemaakt. Ik hou wel echt van dit weer, maar echt wat een dag. Echt vanochtend natuurlijk heel drama gehad. En met zwemmen. En nu moet ik eigenlijk alles 's avonds doen. En ik heb geen zin. Echt geen zin om iets te doen. Ik vind het wel echt lekker. Ik hou echt van dit weer. Sommige mensen vinden het te warm. Dat heb ik gelukkig niet. Ik heb honger. Ik ga een fruitsalade maken. Daar heb ik wat trek in. Zo lekker dit. Ik heb blauw besjes, aardbeidjes en druifjes. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!